De lussen van de Amstel Gold Race 365, dus de routes die je het hele jaar kunt fietsen, die zijn enigszins veranderd dit jaar. Er is een route 4 bijgekomen. Het betekent dat jullie verder uit het heuvelland gaan. Ja, daar waren we al een jaar, meer dan een jaar mee bezig met de provincie om de druk van het heuvelland een beetje weg te halen. Nou ja, je weet wat er de afgelopen maanden allemaal gespeeld heb. Maar wij waren daar al mee bezig en net voor de Amstel Gold Race is de route klaar. Er is een nieuwe route nummer 4 bijgekomen en nummer 1 waar we nu staan. Die is aangepast en die gaat verder naar boven. En, we treffen het ook met het weer. Het is een prachtige omgeving. De Maas zie ik hier liggen. En proberen om, als je 1 of 2 of 3 dagen in Limburg bent, probeer ook deze route een keer uit. En dat is een beetje de opzet van het verhaal. Nu komen de meeste mensen naar Limburg, vooral naar Zuid-Limburg, om heuveltjes te rijden. Iets wat in de rest van het land niet is. Maar Lus 4 heeft ook nog voldoende onbekende heuvels, hè? Ja, die hebben het zeker, want daar is ook heuvels. Alleen doordat de Amstel Gold Race daar ook niet rijdt in de wedstrijd, kom je daar niet zo gauw. En iedereen denkt natuurlijk aan de Kouwberg en de Keutenberg. Maar als je die 2 dagen gehad hebt, dan heb je het ook wel in je benen. Dus daarachter is het ook heel mooi om te rijden. En dan moeten de mensen maar ontdekken. En dat proberen we zo te doen in samenwerking met de provincie. En van het startpunt in Valkenburg met Shimano. De gedeputeerde Satijn van de provincie Limburg, die zei hier wordt de koers van de toekomst gereden. Betekent dit toch dat eigenlijk de fietsers steeds meer ook uit het heuvelland worden gehaald? Nou ja, kijk, het heuvelland blijft natuurlijk altijd populair. Maar als we dan, al kunnen we maar 20% deze kant op krijgen, dan zou dat al voor ons een verbetering zijn. En ook voor de leefbaarheid in bepaalde gebieden. Ja, maar uiteindelijk is het een toeristisch gebied. Dus ze moeten ook hebben van de fietser die met dit weer stopt en een vlaatje neemt en een koffietje. Of even wat gaat eten. Ja, het is natuurlijk altijd een beetje een spanningsveld. Maar als je er niks aan doet, dan gebeurt er niks ook. Ja, we zien dat deze lussen vooral ten zuiden eigenlijk van Sittard gaan. Gedeelte de gemeente Beekdalen, ook Parkstad wordt er veel meer bij betrokken. Betekent dit ook iets voor de toekomst van de wedstrijd zelf? Ja, dat weet ik niet. Dat zal mijn tijd misschien nog wel uitzitten, die 2 jaar na deze die ik nog erbij ben. Ik weet ook niet hoe dat zich ontwikkelt. We hebben natuurlijk een vast parcours. Dat hebben we ook een beetje afgesproken met alle gemeentes. Hè? Vooral met vluchtheuvels en zo. Dat ze ons altijd informeren als er iets moet veranderen. Dus dat zijn weer andere afspraken die ook heel belangrijk zijn. En toen ik begon met de Amstel Gold Race, startte die in Heerlen. En dan reden we wel door dat gebied. Ja, misschien. We zijn vorig jaar trouwens ook alweer meer naar boven gegaan door de uitbreiding van de dameskoers. Dus dat weet ik niet op het moment of dat ook gaat gebeuren. Amstel Gold Race neemt hier eigenlijk het voortouw om de fietsers ietsjes meer uit het heuveland te krijgen, zoals u zelf zei. Betekent dit ook dat de Amstel Gold Race dat als een taak ziet? Nou ja, wij zijn ook verantwoordelijk voor de fietsers die hier komen. En fietsers zijn ook niet altijd mensen die rekening houden met andere fietsers. Maar dat is in het hele land natuurlijk, want ik woon in Amsterdam. Ja. Als je daar ziet hoe fietsers gewoon door de stad heen crossen. Dus, en ook de racefietsers, die kunnen ook asociaal zijn. Dat is ook omdat ze hebben het gevoel dat ze ook allemaal een soort Eddie Merckx zijn of wat. Ja, en dat moet ook een beetje veranderen en dat roepen wij ook op. En dat doen we sowieso met de tourversie van zaterdag. Hè. De mensen krijgen allemaal informatie en dat er ook bekeurd kan worden als ze niet op het fietspad rijden en alles. Ja, de bewustwording, maar dat proberen wij wel natuurlijk. Maar uiteindelijk zijn er altijd individuen die daar niet rekening mee houden. En dat blijft natuurlijk een moeilijk verhaal.